Yo mensen, wil je de goedkoopste Nederlandse 44 coins kopen voor alle consoles en PC? Ga naar Fastutie Coins, links in de beschrijving. En gebruik de kortingscode DNP5 voor 5% extra korting. Hallo mensen, Koel van Opgesnel met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik een wager voor jullie. En het is niet zomaar een wager, het is een 500k wager. Ja mensen, als we dit op 300 likes kunnen halen, zou het super sick zijn. Ik weet niet of we het gaan halen, want ik weet niet of jullie weten het leuk vinden. Want ik upload het eigenlijk bijna nooit. Maar als we het kunnen halen, zou het natuurlijk super awesome zijn. Trouwens, al deze gameplay is opgenomen door Sven. Sven is degene waar ik deze wager tegen speelde. De reden daarvoor is omdat mijn Elgato space dus super irritant. Maar in ieder geval mensen, veel plezier en vergeet niet te liken. En trouwens, als je nog niet hebt meegedaan aan de giveaway, een linkje staat in de beschrijving. Dat kan tot en met morgen. Dus ja, doe snel mee. Ik ga de game joinen. En ja, hopelijk kunnen we het winnen. Want 500k, dat is natuurlijk echt een enorm bedrag aan coins. En hopelijk kunnen we gewoon winnen. En ik moet eigenlijk nog helemaal niet joinen. Want ik moet mijn team nog een fitnesskaart geven. Dus ik ga meteen weer leave. Shit. Want voor team heeft hij 82 rating. Ba en eten. Oh, is het voelt. Nee, het is niet voeltje. Hut of zo. Wat is dit voor raar team, jongen? Oh, ja. Ibarbo, meteen al. Ibarbo. Nee. Oh, kut. Nee. Oh, jammer. Nee. Chiellini, Klee. Nee! 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 Fucking eet is dit zeg! Oh mijn god, Chiellini, je bent zo'n pokkenoe! Wat doet hij nou? Oeh, lekker balletje. Hé, scheid! Wat? Fluit u! Kom maar, hoor, klootviool. Ja, voorzitter. Kom het. Kon het raden, is het daar? Oh my god. 2-0. Fucking. Nou, nu dan. Nee, jongen, weer Ibar. Jongen, echt. Die fucking Tsjech ook in mijn vuile flikker. Wat ben je nou aan het doen? Ga toch weer voorzetten. Kijk nou jongen, dit is only voorzitter deze gast nu. Lekker, 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 lekker. Kom op, Ibarbo voor jou. Lekker, 2-1. Gore tramp, hele gore tramp. Maar mensen, dat moet je nou maar eenmaal doen. Want ja, tramp, ja, heb je nodig om een wager van 500.000 points te winnen. Ik mag nu eigenlijk niet meer zeuren over hij die sweaty is. Aangezien, ja, dit zelf is echt heel ranzig. Maar echt ranzig. Alleen ja, maakt niet uit, weet je. Het staat 2-1. Ik ben maar terug aan de wedstrijd. Die baas best goed eigenlijk, wist ik. Wat is hier nou aan de hand? Oh mijn god. Nee, nee, nee. Hij gaat hem kort doen. Oh, toch niet. Jawel. Nee, en ik zat er ook nog naast. Ja. Fucking hell. Allemaal zo geen vrije trap dit, joh. 3-1. 18 minuten. Waar gaat het over? En ik wist ook dat hij hem gewoon zo ging doen, hè. Maar het was gewoon weer eens dat ik er langs rende. Wat ga je nou liggen, Ibarbo? Schiet. Nee, ja. Ja, Aubameyang, let's go. 3-2. Jongen, echt waar, dit is echt weer een typische FIFA-wedstrijd, hè? Voor mij is er Secret aan het ragen. Kom maar. Ja, Ramos. Nee, staat er een mannetje op de lijn. Weer een voorzetje. Oh, deze man. Kijk, daar komt hij weer. Gaat hij weer voorzetten natuurlijk. Dat is het enige wat hij kan. Oh, dat is nog waar ook, hè. Oh, lekker Buffon. Nog één bal. Nee, laat me nog een bal. Nou, in ieder geval, mensen, we staan met 3-2 achter bij rust. Ja, de doelpunten. Beide waren een beetje easy. Ik had een tramp en een rebound. Hij had een vrije trap, die, waarvan ik wist wat hij ging doen. Maar dat was gewoon pure easy, dat ik daar niet bij kon komen. Een kopbal en wat nog meer, weet ik niet meer. Ja, lekker. Wat een geweldige bal. Ibarbo. Oh, is niet Ibarbo. Aubameyang. En daar. Wat? Hij zit erin, scheids. En dan krijg ik een penalty. Ja, hartstikke leuk. Maar die keeper krijgt toch geen rood. Oh mijn god, als ik nu mis, hè, word ik zo boos op FIFA. Echt waar, als ik nu mis, word ik echt super boos. Al moet ik natuurlijk ook gewoon niet missen. Yes, over de keeper heen. Hij had zijn stickje niet omhoog. Let's go, 3-3. Ibarbo, wel echt, ja, wel gewoon terecht. Want anders had ik ook al gescoord. Nee, nee. Nee, nee. Komt weer met zijn stink voor zijn. Fuck. Jong, echt, dit is echt het enige wat hij kan als voorzitter. Letterlijk het enige wat ik kan. Ja, ja, Ibarbo. Let's go. Wat goor. Kick of glitch. Ik speel ook wel heel ranzig voor mensen. Maar ja, weet je, voorzetjes tegen kick of glitches. Het valt tegen elkaar af te wegen. Jong, weer een voorzet doen. En die gaat er ook weer in. Oh, niet. Oh mijn god, de voorzet gaat er één keer niet in. Oh, wat een ace. En die gaat er dan weer in door voorzet. Nee, yes. Yes. Nee, 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 nee. Ik zag hem al gaan. Ik zag hem al gaan. Nee, nee, nee. Ik vind het knap. Het is de eerste goal wat hij maakt zonder voorzet ongeveer. Het is de eerste keer dat hij überhaupt een aanval probeert op te zetten zonder voorzet. Dus ja, ik heb er wel respect voor. Tjonge. Nee, ja, ja, ja. Oba, oba, oba. Voorzetje. Nee. Waarom mis je dat? Ramos, je moet één ding doen in de hele wedstrijd. Dat is het enige ding wat je moest doen. Nee. Ja, ja, ja. Nee, nee. Tuurlijk. 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 Tuurlijk met die stink voorzetten van de meter. Echt waar, dit is echt. Hoe kan je nou zoveel op de voorzet spelen, man? Dan ben je toch echt gewoon een stink, jong. Nou mensen, 500k verloren. Ik ben echt helemaal klaar mee. Oh, het waren 5 goals van Eto'o, hoor. Ja, want Eto'o heeft 75 headingen. En ja, als je dan tegen Benatia komt met 90 headingen, dan wint Eto'o het natuurlijk. Dat is logisch. Aruna Kone, 500k, bijna. Weet je, zelf speel ik ook als een stinkend jong.
Maar hij, het is gewoon, het slaat gewoon nergens op. Ik vind het ook, als ik heel eerlijk ben, niet echt verdiend. Maar ja, dat kan natuurlijk aan mij liggen. Maar mensen, als je het leuk vond, vergeet te liken. Ik zal like veel erg geabonneerd de volgende keer. En ik zeg doei, later.